nacht van zondag 21 april op maandag 22 april is er een gedeelte van de Overasseltse en Hatertse Venne afgebrand. Boswachter Tim Hogenbos vertelt wat er vermoedelijk is gebeurd. Dat blijft over het algemeen altijd wel een raadsel. Dus achterhalen, dat lukt vaak niet. Maar het vermoeden is wel, omdat het 1 uur 's nachts is gebeurd, dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Want ja, je hebt dan natuurlijk 's nachts geen last van de zon en zo en dat soort dingetjes. Dus, of misschien heeft iemand achterloos zijn peuk weggegooid. Maar ja, het was 1 uur 's nachts, dus je mag überhaupt al niet in het bos zijn. De schade valt gelukkig nog mee. Het valt nog mee, zoals ik het nu zie. Ik denk dat het ongeveer iets groter dan, dan de helft van een voetbalveld is. Het is de heide, precies dit stuk achter ons, zou ik maar zeggen. Dat is vorig jaar ook afgebrand, dus het is nu de tweede keer achter elkaar. De brand heeft voor verontruste wandelaars geen gevolgen. Nou, voor de mensen nu niet. Voor de heide misschien wel wat meer, hoewel... Vroeger deden ze dat zeker en af en toe gebeurt er nog wel eens dat ze heide bewust in de brand steken. Zodat je weer nieuwe frisse heide opkrijgt. Nou, dat was vorig jaar hier dus gebeurd. En daar zijn we ook niet achter gekomen of dat aangestoken is of niet. Dus de vraag is nu hoe de heide zich nu gaat ontwikkelen. Na 2 keer relatief kort achter elkaar dat er brandstichting is geweest. Het is dus nog maar afwachten hoe het met de heide gaat aflopen.